Voor de derde keer op rij kroonde Ajax zich tot kampioen van Nederland. Een zeldzame prestatie in de clubgeschiedenis. In deze speciale serie blikken wij met diegenen die de trilogie vervolmaakten terug op het geweldige seizoen. In aflevering 1, Kolbein Sigthorsson en Danny Hoessen. Ik dacht dat ik de hele seizoen zou spelen en fit blijven, maar uiteindelijk was ik ongelukkig en ik moest het eerste deel missen van een schouderblessure. Een jaar geleden had ik het niet verwacht. Dat was een drukke zomer voor mij waar ik precies zou gaan spelen. En als een club als Ajax komt, is dat natuurlijk een hele eer. En, dat ik toch nog best ver gespeeld heb, dat is zeker mooi meegenomen. En direct kampioen worden, ja, daar droom je van. Toen was ik fit in Brazilië. Ik keek uit naar de mooie tweede seizoenhelft. En natuurlijk wilde ik kampioen meemaken met Ajax weer. Vorig jaar was het ook mooi. Dus ja, dan ga je voor dat. En, uiteindelijk gaat het veel beter. En ik heb ook een paar belangrijke doelpunten kunnen maken in de eindfase. Het ging niet echt makkelijk in het begin. Ik moest mijn ritme vinden en een beetje in mijn oude condities komen. En dan voel ik de laatste wedstrijd dat beter komt. Ik denk dat ik een andere spits dan Danny is. Ik loop misschien iets meer dan hem. Hij is meer als een echte aanspeelpunt. Ik ben meer bewegelijker. Maar hij is ook, denk ik, iets technisch beter dan ik. Ja, Kolbein houdt erg van sleuren en rommelen met de verdedigers en sterk zijn. En gewoon echt ook een pure afmaker. 1-0 voor Ajax en de doelpunt te maken heet Kolbein Sigthorsson. Danny, hoe vaak heeft Kolbein gescoord? Hoe vaak heeft Kolbein gescoord? Zes? Volgens mij acht. Loopactie van Sigthorsson. En die scoort heel simpel. Sigthorsson heeft gelijk. 8 doelpunten maakte hij tot de laatste wedstrijd in Groningen. Want daar maakte hij zijn 9e van het seizoen. En toeval of niet, ook Danny Hoessen scoorde. En vijzelde zijn seizoenstotaal op tot 7. Ik denk als we allebei alles gespeeld hadden, dat er ook veel meer zouden zijn. Dus op zich zijn we allebei heel blij met het kampioenschap, denk ik. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie scoort. Alhoewel, als spits word je daar natuurlijk op afgerekend. Maar zoals volgend seizoen ben ik gewend en Kolbein is fit. Dus dan denk ik dat we een hele gezonde concurrentiestrijd aan kunnen gaan. En dan verwacht ik wel dat we volgend jaar met meer doelpunten hier zitten. Hoe is jullie onderlinge band? Kun je van elkaar genieten als de een wel speelt en de ander niet, bijvoorbeeld? Kolbein is een tijdje niet op de club geweest, dus ik kende hem eigenlijk nog niet. Maar het verbaast me eigenlijk ook tijdens deze kampioensfeesten dat we toch wel een hele goede klik en goede band hebben. En ik heb altijd zoiets van, waarom zou je een speler niet mogen omdat hij op jouw plek staat? Het is uiteindelijk toch aan de trainer, dus ik denk dat onze band heel goed is. Wat ik mooi vind aan Danny, als ik begin, dan komt hij altijd goed in het veld met mooie acties. En dat vind ik altijd heel leuk om te zien. En, hij is een goede speler. Wat was zijn mooiste? Ik vond NAC uit. Dat was niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk. Ik denk dat die wedstrijd op slot zat. En dat wij zoiets op de bank hadden van, als het maar wel even goed komt. En, hij reageerde goed op een bal en eigenlijk tegen draads inschieten. Dus dat vond ik wel een mooie en belangrijke goal. De kans en dan Terouwelaar en de herkansing voor Sigthorsson. Daar zit hij erin. Ajax snel naar rust binnen 2 minuten op voorsprong. Sigthorsson de maker. Wat was zijn mooiste? Ja, ik denk dat vroeger in het seizoen tegen PSV scoorde hij al een belangrijke goal. Dus was wel mooi. Hoessen tikt de bal binnen. Na goed doorzetten van Fischer.
Voor mij is het, vind ik dat ik de laatste maanden mijn progressie heeft geboekt. En dat gaat als je veel speelt. En dan word je op steeds beter. Het is ook aan het technische staf en de trainers dat wij hun maken ons veel beter met de oefeningen op velden. En, Dennis Bergkamp. Ja, met Dennis Bergkamp. En dat zijn echt wereldoefeningen oefeningen die, bij de top hoort. Dus hij kent het natuurlijk heel goed. Ik denk dat ik nu veel beter weet wat er gevraagd wordt bij een club als Ajax ook. Dat, aan het begin van het jaar was ik heel erg bezig met de trainer te pleasen, zoals dat heet. Van, ik kreeg een opdracht en dat wilde ik uitvoeren. En is dat goed, dan is het gelukt. Kijk, als je nieuw komt bij een club, dan is het ook altijd even kat uit de boom kijken en jongens leren kennen. En ik denk dat je vooral je heel erg op je gemak moet voelen om het beste uit jezelf naar boven te halen. En de laatste paar maanden voel ik me heel erg deel van het team. Dus dan voel je ook veilig en dan gaan dingen ook een stuk makkelijker. Ja, het is echt. Ik voel dat je beter wordt hier bij Ajax.